circus voor mij. Dat is op dit moment mijn opleiding in eerste instantie. Nee, dat is echt een grote passie van mij. En daarnaast is het inderdaad mijn opleiding. Daarvoor heb ik gekozen om daarvoor te gaan. Toen ik 18 was, ben ik in aanraking gekomen met Diabolo. En vanaf dat moment heb ik dat niet meer losgelaten. Fantastisch initiatief van heel wat partijen in de stad Rotterdam die zich bezighouden met circus. Het is de circusopleiding van Codarts, het is Circus Rotjeknor, het is de Rotterdamse Schouwburg, het is het Luxor Theater, het is het Ontwikkelcentrum, het is het Alberta College en het Thorbecke College. En eigenlijk zou je kunnen zeggen amateurs, specialisten, de grote der aarde, liefhebbers van circus kunnen het komend jaar in deze stad heel veel zien en ook natuurlijk meedoen. Er is een groot festival in mei en het hele jaar door zijn er voorstellingen in de Schouwburg en in de Luxor Theaters. Wat we het doel is van Circus Stad is eigenlijk om te laten zien dat het circus, het nieuwe circus, zeggen ze ook wel, in deze stad heel veel kan betekenen. Thank you.
Ja.